Voor de aankomende 24 uur zit ik vast op het water met mijn vrienden. En wie de volledige 24 uur haalt zonder in het water te vallen, maakt kans op meer dan 1000 euro. Maar als je voor meer dan 50% van je lichaam in het water valt, lig je eruit, mag je naar huis en maak je geen kans op de 1000 euro. En we hebben meer dan 40 airtags op het water gelegd voor het Berg Headquarters. En we hebben zelfs een trampoline op het water. Waar we gewoon zand kunnen maken. Oh, ik dacht dat ik dood ging, want het veert heel raar. En de tijd gaat nu in. 5, 4, 3, 2, 1. We mogen er niet meer af. En er ook niet in vallen. Gaan we gelijk salto's maken. Stupid. Oh, Timo. Ja, wees, je duwt mij op. Ik duw daar niet. Als je iemand erin duwt, ben je zelf af. En degene die erin valt, mag dan terug erop. Om een beetje te voorkomen dat iedereen elkaar erin gaat duwen. Dat was de helft toch? Dat was niet meer dan de helft denk ik wel. Nee, 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 deze was veel. Mocht dit? Ze liggen niet vast. Grote vissen. Hou die tegen dan, nu zitten we allemaal los. Maar op deze manier is het easy om tot lang vol te houden. Zo is het easy om lang vol te houden, maar elk uur komt er een challenge. En daar wordt het kut. Hier kan ik echt gewoon... Ja, daarom. Maar ik dacht, het hoeft ook niet erg te zijn, een 24 uur challenge. We kunnen hier gewoon lekker met z'n allen een beetje chillen. Oké, het eerste uur is ingegaan. We gaan hier denk ik even lekker chillen. Gaat niet helemaal lekker, boys, of wel? Kan het misschien verstandig zijn om dit weer allemaal aan elkaar te knopen? Er zat toch een anker aan? Oh, waar is het anker? Ja. Er ligt een anker. Die heeft geen nut dus. On the missions, I'm gonna get the air tracks. Ja, oké, nice. Ik haal jullie die kant op. Ja, boys, dit gaat lekker. Kom op. Gaat ze helemaal kapot. Je weet dat je net 5 minuten bezig bent, hè? Ja, maar... Ja. Wat is Timo nou aan het doen? Ik heb lol met mezelf. Hey, oh. Dat ziet er ook wel leuk uit. Val tegen. Oh, gaat het goed daar? Ja, en eventjes alle airtracks terug gaan te halen. Zo ben je nog wel 24 uur bezig. Ja, ik denk het ook, ja. En die jongens kunnen niet alleen een hele smak geld winnen, maar ook krijgen zij een airtrack. En deze kan jij ook helemaal gratis krijgen, want ik geef 5 van deze airtracks weg. Dus wil je nou ook zo'n airtrack? Typ dan in de comments, ik wil een berg airtrack. En misschien krijg jij er dan wel één opgestuurd. Hebben wij een airtrack? Het eerste uur zit erop. Oh mijn god, man. Hey, eerste uur gaat best goed, vind ik, jongens. Niemand is er nog in. Het is tijd voor de eerste opdracht, jongens. Wil jij hem lezen? Jongens, het kan zijn dat we allemaal opeens moeten gaan rennen. Een tikje moeten gaan doen of weet ik veel wat. Check, gezien, pilf. Nee, oh, wacht, flip check. Oh, kut. Ik hem al. 5, 4, 3, 2, 1. Zo hard. Ik kan wel flip check. 3, 2, 1. Oh! Als je dit terugkijkt, je ziet mijn rug op de onderkant zo. Hier ben ik af, hè? Ja. Bijna! Of zo. Zo doen de zeehonden. Wat moeten we doen? Hier erop springen. Dan was ik het nog af, maar dit was wel leuk. Ik dacht niet dat worden van mijn moeder. Oh, je zit nog hier. Ja, dit is wel af. Nee! Ik denk het wel. Dit is wel safe. Hij vindt zelf dat hij safe is. Ik weet niet helemaal. We maken er wel gewoon van als je in het water valt, oké? Als je gewoon echt
echt in het water vallen. Dan is het met deze jongens altijd... In het water vallen is in het water vallen, ja? Je hebt al je leven verspeeld of zo. Dat heeft hij sowieso, maar... Timo, doe het. Wacht en flop. Timo, laat maar eerst kijken wat erop staat. We zijn nu op uur 2, dus het is tweede opdracht. Bal overgooien. Iedereen moet blijven staan op een eigen airtrack. Haal het hele rondje zonder dat er iemand omvalt. Dan pas stoppen. Oh. Timo. We moeten dus een heel rondje overgooien zonder dat wij of de bal valt. Wow. Nee. Ja. Ja, maar daar kunnen... Nee, daar kan je niet heen. Je zit vast. Over de Oké. Ja, Tim. Nee. Dit is door de hel, joh. Ja, goed. Ja, jij moet naar Tim, maar. Ga jij naar Tim? Tim! Tim was echt makkelijk. Hij begon 6 stappen te doen. Wat vind jij? Ja, dit is vermaak. We cheaten deze even een beetje. Nee, Timo moet nu ver gooien, dit is dom. Ja. Ik kijk tegen de zon in. Ja. Met een paas, hè? Nee. Ja, bro, ik kan toch niet bewegen hierop? Ja. Oké, nu moet ik wel nog in. Deze is echt zo verrast. Tim, die grap. Hier, denk ik. 1. 2. Was dat de bom? Nee, nu boven. Doe alleen boven nog. Ja. Yeah. Woe! Hij maakt ook geluid. Ik had eigenlijk verwacht dat er binnen de eerste 2 uur wel iemand af zou vallen, maar het valt mee. Ik hoop dat we allemaal slapen met z'n allen. Kunnen een beetje leeptje leeptje liggen. Waar ga jij slapen? Het ding is wel... Alles is nat. Alles is nu nat en het droogt nu niet meer heel lekker. Ik ga wel naakt slapen, want ik heb geen zwembroek aan, maar zo'n dikke broek die niet droog wordt. Check deze weg, breng je echt je nek. Godverdomme! Oké, 2 uur en een minuut. Hij zoekt het ook zo erg op. Ben ik nou af? Ja. Ja, was je er helemaal in, Timo, of niet? Nee, kijk maar terug. Ja, even replay. Ja. Net niet helemaal. Nee, net niet helemaal. Nee, Timo, je mag blijven. Nu ben je wel echt af. Ik was toch net ook al af? Nee, niet toch? Ja, dat was gewoon kut. Ja, je bent nu wel echt af. Maar je kan nu juist een beetje de boel saboteren bij de rest. Ja, ik ga gewoon irriteren, dat is leuk. Derde uur, jongens. Nee. Dat moet je wel eens nog doen, dan moet je wel eens nog uitpakken. Nee, wow. Wat is de challenge? 30 minuten, 2 personen per airtrack. Oh, maar dat is op zich easy. We hebben best wel grote airtrack. Deze. Deze van mij. Jongens. Jij zit niet op een airtrack. 2 personen per airtrack, jongens. We staan allemaal op een eigen. Tim, kom hierbij. Mag ik nog? Ja, kom, snel. Ja, heel eerlijk gezegd tel ik er nu wel 4. Ja, er zitten 2 te veel bij. Maar 2 die niet meedoen. En zij mogen of 100 euro in de pot erbij leggen, of opbokken. Nee, ik wil even zijn geld zat vanuit hier, hoorde ik. Ik ben weg. Hey, maar de timer is voorbij, boys. Jullie mogen weer bij elkaar zitten. Leko werkt hier dus. En Leko vindt het stiekem eigenlijk heel erg leuk. En zou stiekem ook wel een beetje mee willen doen. Dus hij mag Timo's offer hebben. 100 euro in de pot erbij. Maar mag wel meedoen. Wat doe je? Hey, dat is best handig, dan koop ik me daar weer in, zit op hetzelfde budget. Ja. Maar je moet wel snel beslissen, want anders heb je maar de halve challenge meegedaan. Nou, dat klopt. Je hebt een kwartier om 100 euro in het zakje te brengen. Dan mag je meedoen, kan je alles ook weer winnen, hè? Ja. Mogen we de e-challenge, ik heb honger. Wat is codewoord? Ja, codewoord is goed. Tim. Snel lezen, anders gaat de inkt uit. Wat staat erop? Oh, meester Salters in 1 minuut mag eten bestellen voor iedereen. Oké, staat in 5. Wat? Ik heb die gewoon. Wie de meeste Salters doet binnen 1 minuut. 4,
3, eten bestellen en je 2, één. Ja, maakt mij echt niks uit trouwens. Ik ga gewoon goed vertrouwen uit. Wel is het toch vegetarisch, eet ik allemaal mee. Nog 30 seconden! Ja, Bo, kom je naar voren. Ja, hey, jullie tijd is ook ingegaan, hè. Even voor de sier. 3, 2, 1. Tijd is om. Wat jij er? Ik denk Boas, want Boas begon als ik eerst. Ik heb er 16. Kijk maar terug. Ja, okay. Ja. Mijn belangrijkste punt was dat ik vegetarisch zou kunnen eten. Ik heb Bo de hand geschud dat hij vegetarisch eten voor me zou halen. Heeft Bo gewonnen? Nee, als hij wint. Ik ga nu vertellen wie er gewonnen heeft. Ik heb nauwkeurig geteld. Boas had er 14. Ja. En Bo had er 14. Nee! Nee! Nee. Ja, dat is echt. Zelm. Steempje, schaar. Nee! Let's als ik in de editor zie dat ik er meer had, ik sloop jou. Vlees. Hier is het thuisbezorgd, hè. Zorg dat jij voor ons vier in ieder geval bestelt. Daarna mag zij toevoegen. Wij weten niet wat het is totdat we het krijgen. Bedenk wel even, alles wat wij nu nat maken, wij slapen hier vanavond ook op, hè. Dat is echt kut, want het droogt niet meer. Ik had het snel. Mees! Alles gaat bij me. Onze sugar daddy Wienot is er. Wienot, sponsor je 100 euro en dan doet hij mee. Leko werkt hier, hij moet morgen werken. Dan denk je dat hij het zwaar gaat hebben. Gast, we moeten dit morgen opruimen, man. Daarna moet ik nog op kantoor zitten de hele tijd. We kunnen 50. Ja, wordt wel zwaar, hè? Ik 50 euro, Wienot 50 euro. Dan doe jij mee, dan slaap je hier. Kom erbij. En dan moet ik vanaf nu hier op. Ja. Ja, maar gast, ik moet dit pand sluiten, pik. Ja, wij blijven doorschudden. Ja, ik vind het heel fijn. Dat kan ik wel doen. Ja, dat kan ik wel doen. Leko, je hebt 5 minuten voorbereidingstijd. Dan moet je erbij opkomen. Kakje. Ik vind het wel mooi. Leko wilde het echt niet. Maar puur omdat wij handen bleven schudden, toen was gewoon... was echt groepsdruk. Ja, was gewoon groepsdruk zo. Omdat ik weet hoe belangrijk eten is, heb ik wel wat goede dingen besteld. Ik heb voor Mace en Tim 2 verschillende kipgerechten. Voor mezelf een cheeseburger. En omdat Boas zo zwaar vegetarisch wilde, heb ik voor hem een kleine salade. Dus je hebt ze best wel gespaard? Ik heb ze gespaard, maar Boas het minst gespaard, want het is een heel klein salade. Maar hij wilde het zelf, weet je. Ik wilde gewoon vlees geven, maar dat doet hij niet. Ik ben broodje aan het eten, want ik vertrouw Bo niet. Ik heb nu nog gegaan. Nee, prima, ik ben niet weggehaald. Kan vertrouwen? Ja, kan ik je vertrouwen? Dat is vegetarisch. Ja, dat is echt veel. Ja. Waterdicht hoesje voor de telefoon. Voorbereiding. Leko? Daar ga je, hè? Daar ga je. Ik mogen de beste winnen. Ja. Welkom. Heb je er zin in? Ja, kijk. Jij gaat ook gewoon zitten, Express. Jij gaat echt voor de winst nu, hè? Ja. Nu gaan we try halen. Heb je morgenochtend vrijgevraagd, of niet? Nee, tuurlijk niet, joh. Maar we kunnen wel vast vanaf de airtracks beginnen met airtracks opvouwen morgen. Oh, dus we moeten alles op de airtracks oprollen. Dus jij moet aan het werk, maar als je nog vast zit... Oh ja, kut. Captain Hook. Mees! Wij krijgen nu een opdracht. Als jij niet in de buurt bent, heb je een beetje een probleem, hè? Heel gewoon plezier. Weet je, die gasten zijn alleen maar een beetje stom aan het staan daar met z'n vieren, dikke losers. Tikkertje, 5 minuten timer. Verliezer moet een half uur lang blind. Oh. Maar wie is de tikker? Ik ben de tikker. 5, 4, 3, 2, 1. Jij timer aan? Ja. Ja, het was niet helemaal, want je zat nog wel... Zijn schouders waren nog boven water. Nee, het meeste zegt fucking chill weg. Hey. Hallo, ik kan daar niet bij. Mag ik boven? Wil je tikken? Nee, help mij. Ik help jou, maar dan mag je mij niet tikken. Oké, hoe lang heb ik nog? Nog 2 minuten. 2 minuten, oké. Kom, help mij, meester. Dat is mooi, Fucking! Ja! Leko! Hey! Let's go! Leko! We hebben alle airtricks weer bij elkaar gehaald. Nu is het tijd voor Leko om een blind te worden, hè? Nou, de half uur gaat nu in. Win! Hij gaat wel gewoon bewegen, ik zou gewoon gaan zitten. Hij trekt losmaken, kijk naar zijn hand en zijn voeten pakken. Die airtrack werd er dan weg. Oh, hier gaan al een stuk verder. Ja, volgende airtrack. Nee, maat, jullie stil. Jullie gaan wel wat anders. Ik voel dat die los zit. Nee, zit niet los. Wel waar, wel. Dit is koud nog eng. Hè? Hoe dan? Ja, jullie hebben hier een airtrack denk ik opgezet. Dat is kut. Hoe kan dit ding loszetten? Maar heb je nu het gevoel dat je heen loopt?
naar die tent. Bed voor de trampoline, ja. Wat? Trampoline was het einde van die grote airtrack. Nee, 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 net ging je tegen het ding aan, tegen de dikke airtrack. We hebben alles omgegooid namelijk. Als je deze kant op komt... Je had me echt bijna in het water gejiet. Lint zijn is echt irritant, jongen, op zo'n plek. Nou, je moet nog... 23. Nog 23 minuten oprecht. Echt hoor? Nee, nee, nee. Hij is zo glimmerig. Ja, hij is zo glimmerig. Go, go, go. Ah. Ja. Dat is zo ruk. Ik hoop stiekem voor Leko dat hij wint. Yo, je mag hem afdoen. Ja! Oh bro. En het is dan ook gelijk tijd voor de volgende challenge. Dankjewel. Oh, Mees, ik mag hem. Mees, Mees. Nou. Mees is een vervelende baan. Voor toegevoegde waarde. Dat is toch vet? Mees, wat vet. Nee, Tim, niet weggooien. Tim. Oh, hij gaat dus één staan. Valt al op de airtrack. Binnen 1 minuut. Ja, ik heb hem. Ja. Ik heb het best wel prima te doen. Hé, hoe lang hebben we nog? Dat is 30 seconden. Moet je blanden? Ja, eigenlijk wel. Dat is 20 seconden. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja! We hebben... nog een challenge. En daar kan u 10 minuten mee vrij spel krijgen. Wat voor vrij spel? Je mag in het water. Je mag op de grond. Ik wil echt niet meer in het water. Je mag dan alles doen wat je wil, zonder af te gaan. Als u niet binnen de 10 minuten terug bent op de airtrack, zou u het eiland moeten verlaten. Willen wij deze challenge aangaan? Nee, tuurlijk. Chillen! Oké, nou Tim, wat is nou, helemaal grapje. Timmy, Timmy. Wat is nou de challenge? Ja, dat heeft hij nog niet uitgelegd, Leko. Okay. Je doet nooit mee met dit soort video's, hè? Heb je ooit een zwangere jongen gezien? We gaan een game of add-on doen. Op de trampoline. Zeg maar, de verliezer valt de hele tijd af. We gaan door totdat er één iemand over is en die krijgt 10 minuten. Kan maar één iemand verdienen. Ja, één iemand kan verdienen. Ik begin! Hoe tweede? Derde. Ah, oh, kut. Vierde. Ik dacht, we beginnen simpel, double back. Mees. Nee, dat is een prank natuurlijk. Oké, nee, ik doe een layout backflip. Ga ik jullie lekker allemaal naaien! Want ik moet poepen! Layout naar backflip. Waarom nou? Dat was wel standing. Backflip. 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 Fuck it! Nee! Ja. Dan ben je inderdaad af. Ah, hij moet toch sowieso. Mijn fucking voet zat ook vast. Kut. Hey, je bent al. Nee. Dat was oprecht niet te doen. Mijn god. Een beetje blauw alleen. Ik hoorde alleen. Kijk, je mag al langer dan 10 minuten mijn weg zijn. Mijn voet zat vast hier. Het ging om 10 minuten winnen en deze gas valt af. Dus ja, tussen ons drie. Leuk gespeeld. Te hebben. Ja, heel goed gespeeld. Heel goed gespeeld. Leko, succes nog. Jij moet nu winnen, hè? Ja, je moet winnen, die heb je voor mij. Nou, weet je. Yes, we start with Kabu. Nee, zelf. Okay. Opnieuw dan. Kabu. Zeg maar niks. Oh. Dat was dat is echt dat was niet te doen. Dat kan niet. Nee. Oh, easy. Oh. Ja, ik stop gewoon. Ik kan geen frontvoel. Dat is ook ik kan dat wel, maar ik ben al af. Oh, alsjeblieft, ik moet poepen! Je haalt het niet, ouwe. Frontflip. Nee, al niet. Poepen! Ik hou hem wel zo lang mogelijk in. Als je de stem... Je schaar van mijn verlies is 5 minuten. Nou, je had geen win, waarom doe je dit ook? Er stond niks tegenover. Je kon alleen maar verliezen. Groepsdruk of zo, weet ik wat het was. Maar 5 minuten hou ik wel. Het is wel een powerpoepje. Ik wil eigenlijk ook dan even een droge broek aantrekken. Maar ik ga denk net voordat we gaan slapen, ga ik hem in. Kan ik jullie blij maken met eten? We hebben één voorwaarde. Ik mag er weer bij op.
Wat dit? Ik zet het hier in zijn hoofd gewoon vertrekken. Wat heb je daar mee te maken? Ja, verstink, joh. Maar gewoon lekker tot 12 uur gezellig. Ik weet niet of het gezellig wordt, ja of nee. Het is heel lekker eten. 3, 2. Oh no! Maar dit hou ik. Wij hebben hier wel alle burgers en alle friet volgens mij ook. Ja, maar ik heb een gegilde kip. Die zit hierin. Jouw salade zit hier! Dit ook wel een water. Nee! We wisselen hem om dan. Ik heb denk nog nooit zo'n nasty uitziende salade gezien. Het is een stinkkind dat je bent. Wat is dit? Ik vind dit echt kut. Ik had echt veel zin in eten. Wat heb je voor iedereen besteld, Bo? Ik heb voor hun twee kip met friet. Voor jou een salade en friet. Voor Mees... dit is kip met friet. Tima, dit is ook kip met friet. Is je envelop al nat of? Nee, hij is nog droog. Eén been staan, 30 seconden elke keer. Moest je die gasten er niet even bij roepen? Jongens, ik heb de challenge! Wacht, Mees! Oké. Hij is weg. Timo. Wat is het? Er zit gewoon niks in. Oh, dat is jammer. Kut challenge. Oh nee, heb jij iets verzonnen? Eén been staan, 30 seconden elke keer vallen is salto. Oké, 3, 2, 1, start! Mag je wel hinkelen? Seconde. Nee, hey. Jullie zitten op 10 seconden nu. Het gaat zo hard vallen. En 20 seconden. Hey. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Yo! Het verbaasde mij dat dit was gehouden. Het was dat we allemaal op de dikke airtrack stonden. Ja, inderdaad. Het is dus avond, alleen we krijgen een lichtelijk probleempje. Of 100 kilometer die kant op. Is knettergroot onweer. En het gaat deze kant op. We hopen dat het net langs ons gaat. Maar als het echt gevaarlijk wordt, dan moeten wij even evacueren en dan gaan we nou weer verder. Germa, weet je of die tenten waterdicht zijn? Ja, niks aan het handje hoor. Je kan echt blijven zitten. Hey, mooi hutje heb jij, hè? Dit is een mooi hutje. Wil je min kijken in mijn hutje? Hey. Welcome to MTV Cribs, my man. You can come in my... De voorkant van de deur, nou niet de deur, we hebben geen deur. Zoals je kan zien is het hier vrijgekomen. Dan hebben we hier de zitzakken hangen. Deze moeten we zo meteen nog neerleggen, want daar gaan we denk ik in slapen. En we moeten nog even alles droog maken. Voor de rest hebben we, ja, we hebben hier wel trouwens echt een zieke kier. Hè. Deze moeten we even proberen goed dicht te houden als het gaat regenen. Dit is de ingang. Hey, zoals doe jij. Ja, jullie zitten gewoon hier stom te doen. Dit is het raam. Zullen wij even kijken of wij hier goed leeuwtje kunnen liggen? Nee, dat vind ik even ongemakkelijk. Even testen. Nee, dat doen we even score. Ik heb al een vriendje. Oh. Nou, dit is in ieder geval ons huis voor vannacht. Ik heb het wel! Ik heb hem! Het is de reuze salamander! Ik heb hem! Hoor je dat? Hij is weer aan het roepen! Ja, zeer goed. Nou, dit was de laatste. Leef niet meer. Oké, boys. Het is weer tijd voor een challenge. Het regent, Timo. Ja, oké, straks voor. Loop over het hele eiland, hand in hand, heen en terug. Maar dus tot de achterste, allemaal op de achterste trampoline staan. Ja, trampoline. En dan weer gewoon om de trampoline en terug, hand in hand. Je mag elkaar nooit loslaten. Oké. Oh, zit er los? Nee. Oh, Boas, wacht nou, Bo, door de volgende. Oké. Corner de achterste. Bo is nu op de achterste geweest. Okay, nu gaan we terug. Wij en nu gaan het Leko eerst. Boas, jij moet blijven staan. Ik sta! Ja. Boas, moet ik met deze voeten komen? Ja, ik heb het even. Ja, hij maakt jou gewoon, hè? Je hangt hier over het randje heen. Boas, jou op deze type. Ja, ik ben bang! Ja, ik kan niks. Ja hoor, ik keur hem goed! Yeah! Ik ga mijn poep 5 minuten inzetten. Boas, ben je klaar voor je 5 minuten poep? Oh ja, doe maar. Rem maar, ja, go! Tijd het in. Ik ga voor jullie wereldrecord zetten. Time hoe lang ik aan het poep. Succes, ik ga niet wachten tot jij klaar bent. Hey. Je hebt 2 minuten erover gedaan. Huh? 2 minuten. Ik ga hier gewoon met deze fles staan. En ik zeg, als je erop komt, dan gooi ik het over je heen. Je gaat hier echt niet meer opkomen. Dat is niet mijn probleem. Als jij sticht erbij komt, dan komt de cola. Ja, ik ga toch niet 20 minuten over. Oh nee! Ik heb niet erin gedrukt. Ik kan hier niet knijpen, Piet. Je hebt nog 1 minuut. We hebben nog 30 seconden, Bo. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oh, je hebt dat matje eruit. Op het nippertje wel, hoor. Ik heb een matje meegenomen, die heb ik daar laten. Oké, het gaat regenen. Het gaat als het goed een half uurtje, uurtje, twee uurtjes, misschien drie. Het wordt steeds meer ook. Wij gaan nu de binnenkant van de tent droog maken. En dan hoop ik dat we daar droog enigszins in kunnen liggen. Hoe heb jij een jas? Ja, hij heeft het net gepakt. Nee, die heb ik gekregen van Willem. Die gaaf vader. Jongens, ik wil jullie alvast succes wensen. Dank je wel. Ja, heel veel succes. Waar is je energie? Succes. Ik ga mijn best doen, hè. Oké, we zitten in de tent. Oh, waarvan? Wat? Wat hoort je daar nou? Er zit hier een kip binnen. Het regent heel hard en zoals je kan zien is dit niet heel lekker waterdicht volgens mij, want je ziet het er al doorheen komen. Ja, inderdaad. Oh, ik voel het er ook gewoon doorheen komen. Je zei dat dit water dicht was, Leko? Nee, hey, dat zei Kerma. Kerma zegt het wel. Hey, ik voel de weer. Gaat er iemand opgeven? Ik niet hoor. Ik word ook niet nat op dit moment. Ik heb hier zo mijn bedje zo meteen. Timo, krijgen wij over 5 minuten een challenge of over een uur en 5 minuten? Willen jullie het in de regen of niet? Ja. Ja, dan ga ik hem nu halen. Ja. Nee, ik wil helemaal niet gewoon nu wou. Wat wil jij? Ik weet je rijk best lekker. Nee, maar dan moeten we over een uur twee challenges doen. Oeh, lekker. Doen we dan voor het slapen de laatste twee challenges. Twee, gewoon hardcore. Hardcore uurtje. Twee challenges. Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier. Ik ga lekker binnen zitten. Maar droog. Jongens, het is droog. Dus we gaan er gelijk twee doen. Dit zijn de laatste opdrachten van vandaag, hè? Ja, van vandaag, ja. Joehoe, nice. Jullie hebben al mijn shirt. Ja, ik zou even helpen. Nee! Nee! Hey, hallo! Oh, sorry. Dankjewel. Waarom hebben we allemaal een shirt uit? We gaan er ook vanuit dat we nat gaan worden. Nee, ja, maar als je een beetje nat wordt. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Oké, steen, papier, schaar. En de verliezer moet op één airtrack rondom het trampolinepad paddelen en weer terug. Daar wordt sowieso nat van. Ja. Haha, lekker, 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 lekker! Yeah. Yeah. Oké, die jij schaar, ja, dan doe ik steen. Oh, wacht. Oh, jij switchte, jij switchte. Hij switchte. Jij deed zo, toen zo. Deze was, deze was. Nee! Oh, dit is niet lekker. Leuk. Zo. Oh, dit water is koud. Nee, oh joh, kijk hoe zacht deze is. Ik vind dit niet een leuke. Ah, raakt niet. Wat er gebeurt hier? Wat ben je aan het doen? Plassen, dit is ons plas op. Dit is ons plas op. Subscribe. Oh. Licht weg. Licht, oh. Hey. Subscribe op Boas YouTube kanaal, want Boas is een hele leuke jongen. We gaan hem natuurlijk niet hier cheap, zomaar op het land. Hij is aan die airtrack. We gaan naartoe. Nee, hij paddelt wel, hij paddelt, hij paddelt. Oh. Oh. Wat doe jij deze? Ja, die lamp valt even uit. Ik ben er! Zijn jullie klaar voor de laatste van vandaag? Ja. Oh ja, ik ben er niet slaapje doen. Maar. Hoi! Jullie krijgen 3 minuten de tijd om allemaal eenmaal met de skelter op deze airtrack heen en terug te komen. Ja, geef de skelter dan. Ja, de tijd gaat er niet in. Jullie krijgen de skelter en dan gaat de tijd in. De tijd gaat nu in. Go! Oh, nou, ik heb geen regels uitgelegd, dus in principe mag dit. Dit doen ze wel slim. Goed. Ja, ik heb geen regels uitgelegd. Ja, oké. Go, ga zitten. Hou jij die dingen vast, mee. Oh, jij bent dik. Nog 2 minuten! Nog 1 minuut! Jemig! 30 seconden! Oh, oh, oh! Wij zitten bij de tweede! Ja, ja, ja! Ik keur hem goed! Timo! Morgenochtend mag je ons wekken met de challenge om 8 uur. Slaap lekker. Slaap Doei. Lekker. Tot morgen 8 uur. Hij heeft het koelste de lamp uit. Kanus. Oh. Slaap lekker. Oh. Nog een keer? Ja. Slaap lekker, schatjes. Hou van jullie. Tot morgen. Vergeet niet te liken en zo. En zo. Klom. Hey! Goedemorgen! Jongens, het zal wel snel zijn, hoor. Ik ga hem al voorlezen. Iedereen op één airtrack binnen anderhalve minuut. 3, 2, 1. Anderhalve minuut gaat nu in! Ja, iedereen op één kleine drijvende airtrack. Nog 1 minuut. Oh, deze
vrijhoud. Ja, kom maar erop, kom maar erop. Ja, zit je erin. Woo! Ja, lekker boys. Lekker boys. Duwbo. Ja. Ah! Hij duurde opeens dat ding onver. Tot hier, hè. Hebben jullie lekker geslapen? Ja, best oké. Ik werd wel regelmatig wakker. Het ging vannacht ook weer fucking hard regenen. Maar, ja, dat is oké. Ik ga lekker warm douchen. Doei. Doei. Dankjewel. Nou, ik ga jouw geld pakken. Doei. Ik heb dus zeg maar 8 uur lang daar op het slot gelegen. En binnen 5 minuten van dat ik wakker ben ik af. Dus ik had zeg maar heerlijk thuis in bed kunnen slapen als ik gewoon daad van vooraf was gegaan. Dit is echt sketchy. Oh. Yes! Waar neemt iedereen in de ochtend risico? Leuten, ontbijten, ja! We zijn gewoon alles aan het opruimen. Wat een toppertje zeg. Vind ik dat zo meteen niet meer te doen. Wie wil er wat eten? Dankjewel! Cheers. Oh, niks. Makkelijk, hè? Maar dit is een challenge. Nee, je krijgt zo meteen nog een challenge. Het is al 9 uur geweest. Ja. Je krijgt zo meteen 2. What you doing, my friend? Nou, onzichtbaar plassen. Je ziet mij niet, toch? Maar waar ben je? Mees? Waar ben je, Mees? Ik val er zo in. Het is challenge tijd. Zijn jullie klaar voor, dames? Ja hoor, nee. Zeker. Oh, breek nog snel zijn broodje op. Met z'n allen op 1 rode airtrack. En allemaal een salto doen. Niet geland te zijn. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel met allemaal is dat wel chiller. Allemaal op dezelfde? Ja, allemaal op 1. Dus we pakken er 1. Mag hier gaan liggen en dan moet je er allemaal salto inzetten. Okay. Minimaal tot op de knieën. Op je hoofd telt niet. Hé, bro. Mijn hele voeten zijn nat. Ja, ja. Oh, hey. Kan het, let's go. Hey! Dit was, meer een soort koprol. Ja, ja. Nee, nee. Oh, hij is er nog. Nee, lekker. Oh, ja, het was nog net oké. Okay, ja, schouder... Hij was wel echt goed ingezet deze keer. Zijn schouders waren nog boven. Ja, schouders waren nog boven. Lekker daar, joh. Jullie gaan allemaal staan op een rode airtrack. Jullie staan allemaal aan een andere kant van de trampoline. En moeten 3 rondjes met de bal overgooien. Dames, een meter afstand van dit, dat je hier niet weer op terug kan vallen. Hier is de bal. Mees! 3 rondjes. Boom. Dat is je eerste. Dat is je fucking eerste rol. We hadden de vorige keer 1 rondje gedaan, toen waren natuurlijk met meer mensen. En het moet nu wat moeilijker zijn, dus nu zijn het 3 rondjes geworden. Naar Leko, naar wie ga je toe? Pas de bal! Naar boven. Niet schieten. Ja, ja. Dat is... Oké. Okay. 1 gooi. Bo! Daar kan ik niet bij! Ik mag er niet bij! Nee! Ik moet duiken! Ja, je moet gewoon een beetje lopen. Ja, dit wordt 3 keer. Ik ga wel hier slapen, joh. Dat duurt lang. Leko! Leko, wat doe je? Ik dacht, zeg maar, de vorige keer ging 1 rondje al best wel snel met 5. Nu zijn ze ziek lang bezig met 3 man. Terwijl ze veel dichter bij elkaar staan. Oh, Leko! Oké, 1 rondje. Twee rondjes. Oeh! Ik ben iets verder gedreven. Ja, deze gaan jullie halen. Yeah. Hey! Het is challenge time! Jullie hebben 45 seconden de tijd om op deze airtrack te komen. Als je het niet haalt, val je af. 42, 38, 39, 40, 46, 47, 24, 23, 24, 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 24
effort, all effort. 13. Aanloop, 12, aanloop, aanloop. 10. 9. Go, 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 dit red je, dit red je. 10. 2. 1. Ja! Wat ben jij genaaid? Heb je zo hard je best gedaan? Heb je voor 100 euro in kunnen kopen? Hij lag erin, hè?
Ja, maar niet helemaal. Ja. Net zover als jij vanochtend. Het is Bo en Mees tegen elkaar in de finale. We zitten inmiddels op 22 uur dat we op het water zitten. En er kan maar één als winnaar naar huis gaan. Dus nog 2 flopjes te gaan. En dan hebben we een winnaar. Je had echt verwacht dat je zou gaan winnen. Ja, maar dan krijg je zo'n Kaulo challenge. Nou, welkom op land, jongen. Helaas. Jullie hebben nog 1,5 uur voordat de 24 uur voorbij is. Voor de aankomende 1,5 uur gaat er 1 klein ding veranderen. Je mag elkaar erin duwen zonder dat je zelf af bent. Of je er wat mee doet, is aan jullie. Heel veel plezier. De handen is sowieso nog 1 challenge afwachten. Daarna is vechten. Nou, dat zien we dan wel weer, hè. You guys have this slip and slide waar jullie van af gaan glijden. Leuk. Jullie moeten op de knieën ervan af glijden. Je mag niet verder helpen met de handen. En je moet stoppen op het watergedeelte. Jullie gaan het allebei 3 keer doen totdat je hem op het watergedeelte eindigt. Bo, ik weet niet hoe jij erin gaat, maar... Ja, ik heb nog heel veel van het speel, hè. Oké, 3, 2, 1. Oh, ja. Oh, oh. Ja. Oh. Oeh, netjes. 1-0. Ja. 2. 1. Harder, harder. Oh, hij gaat veel te hard. Hij gaat te hard. Dat dit? Oké, vanaf nu mag je ook niet meer de hendels gebruiken. Vanaf nu, oké, dat zijn telt. Zo, perfect weer, ouwe. Woe! Auw. Vet. Hij was wel, ik kon gewoon, kwam gewoon niet meer. Nee, knie. Wacht, blijf zitten. Ja, telt niet hoor. Kijk. Nee. 2 mislukte pogingen. We moeten nu allebei halen. Dan moet hij ze nu dus allebei halen. 3, 2, 1. Wat? Had je nou de zijkant vast? Nee, ja. Dat mag niet, hè? Nee, dus hij telt niet. Are you ready? Ja. Netjes. Woe! Is toch een beetje eng. Ja. Ja. Hij zei dat niet. Hé, ik mocht met mijn handen niet vooruit. Ik zit er gewoon perfect op. Ja. Oké. Okay. Er lag hier ook echt nul gladheid. Ik kwam gewoon, dus lag hier niks. Ja. We hebben allebei gedaan. Yes! Hey. Allebei 2 succesvolle pogingen. Woe! Dan ga je maar zo meteen lekker met elkaar vechten, jongens. Yay! Hoe laat is het? We nemen een airtrack voor jullie mee, dan mogen jullie daarheen. De 24 uur zijn voorbij en er zijn nog 2 mensen over. En dat betekent dat zij team deathmatch gaan doen. Oftewel, tegen elkaar vechten. Wie als laatste op het vlot blijft, die wint. Meer dan je schouders in het water is verloren. Alleen benen mag dus, ja? 3, 2, 1. Bye! Dit is zo'n spannend moment. Je weet niet of je in de aanval of in de verdediging zit. Oh, lekker beest! Je kan je wel een beetje tussen die airtracks klemmen. Dat willen we zien! Ja! Lekker hoor, meestie! Ja! Oh, Bo. Ja, dat was ook wel te verwachten hoor. Je had het ook wel verdiend om te verliezen. Ik had het zwaar verdiend. Mij erin geflikkerd, Leko erin geflikkerd. Ja, wat had je verwacht toen? Dan hebben we hier voor de winnaar een hele stapel geld. Alsjeblieft. En jij mag de envelop hebben. Echt? Ja. Verkopen. Yay! Dit was de video, vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet in de comments te laten weten als je de airtrack wil winnen. Dan kun je ook weer mee, jongens. Geen probleem. Geen probleem. Woe!